gaan het hebben over 1 Korinthe 10, vers 23 en verder. Maar ik zou jullie willen vragen om alvast 1 Korinthe 6 open te slaan. Daar gaan we beginnen. En ik heb een paar snoepjes meegenomen. En ik vroeg me af of er een jongen is of een meisje dat een snoepje wil hebben. Je moet dan even naar voren komen. Doe maar een kleine jongen of een klein meisje. Ja? Ik heb iemand nodig die iets mondiger is, want hij moet me een beetje tegenspreken. Elim misschien? Durf jij niet meer? Zo lang geleden, hè? Hier is een snoepje voor jou. En nog een snoepje voor iemand. Doe dan maar Janaya. Kom maar. Ik heb even hulp nodig. Nou, Janaya. Ik heb hier 2 snoepjes voor jou zelfs. Kom maar hier, hoor. En ik ga je 2 snoepjes geven. Maar ik leg ze eerst even hier neer, ja? Ja, dan. Oké, wat ga je doen met dat snoepje? Die? Alleen die? Wat ga je daarmee doen dan? En die andere dan? Die mag ik houden. Ja, ga je het niet opeten? Die ene, die linker? Nee, oké. Eigenlijk moet je ja zeggen, anders klopt het spelletje niet meer. Ja, oké. Nou, waarom ga je het opeten? Omdat het lekker is. Nou, waarom stop je het niet in je broekzak? Of in je oor? Omdat dat vies is. Omdat dat vies is. Ja. Nou, het hoort in je mond, toch? Of niet? Maar je kan er ook andere dingen mee doen. Wat kan je mee doen? Gooien? Verstoppen? Of je kan het weggeven aan iemand, toch? Ja? Oké, goed. Nu mag je het snoepje pakken. Je mag ze allebei pakken. Goed, dat had te maken met 1 Korinthe 6. Laten we beginnen met gebed. Lieve Vader, dank u wel dat u zo'n goede God bent. U heeft ons alles gegeven. We gaan het hebben vandaag over eten, drinken en uw glorie. En dat is al het waard om u te danken. Want we hebben eten en drinken gehad vanmorgen. We krijgen het vanmiddag. Vanavond gaan we weer verder eten en drinken. En met alles mogen we uw glorie brengen. Uw glorie is er, hier op aarde. Zoals broeder Raymond daarnet al gezegd heeft. We zagen uw glorie in de lucht, in de vorm van een regenboog. Maar op zoveel meer manieren zien we uw glorie. En u blijft het laten zien door de natuur heen. Maar u blijft het ook laten weten, binnen in ons hart. Wij voelen het, wij weten het. We kunnen het soms zelfs wetenschappelijk bewijzen. Hoe groot u bent, dat de mens het helemaal niet kan aantonen. Vader, dank u wel dat we uit uw glorieuze woord mogen spreken. Dat we daar mooie dingen uit mogen halen. Maar vooral dingen die sprekend zijn voor onszelf. Opdat wij mogen veranderen om u nog meer glorie te brengen. Ik dank u hiervoor in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Deze illustratie die ik net liet zien met Janaya, die was natuurlijk bedoeld om 1 Korinthe 6 vers 13 uit te beelden. En die mogen jullie even opslaan. Daarin staat: het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here, en de Here voor het lichaam. Nou, als mensen dus aan het zeggen zijn, hey, dat is voedsel, dat hoor ik dan in mijn mond te stoppen. Het is toch gemaakt voor mij? Waar is het anders dan voor bedoeld? Om het te laten staan of in je oor te stoppen? Nee, natuurlijk niet. Voedsel is bedoeld om in je mond te stoppen. Dat is wat mensen in die tijd in Korinthe dus gebruikten als argument. Maar hetzelfde kan je ook zeggen over hoererij.
als ik het heel cru mag zeggen, waar zijn onze geslachtsdelen voor bedoeld? Ze zijn er toch voor bedoeld om gebruikt te worden? Waar zijn die van jou voor bedoeld om te gebruiken, toch? En je snapt natuurlijk dat dat argument niet klopt. En daarom klopt het argument met eten ook niet. Niet al het eten, daar hoor je gebruik van te maken. Sommige dingen hoor je te laten staan. We moeten er wijs mee omgaan. We zien in datzelfde vers, een stukje daarboven, zien we iets staan. En dat is dit vers. Maar je ziet het ook staan in 1 Korinthe 10 vers 23. Daarin staat, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. En toen ik een tijdje geleden deze zin dus zag, wat hier staat, dacht ik, ik heb dit al een keer gelezen. Waar heb ik dit gelezen? Natuurlijk een paar hoofdstukken terug. We weten dat als er iets in de Bijbel staat, sowieso belangrijk is. Alles wat in de Bijbel staat is belangrijk. Maar als het er twee keer in staat, is het extra belangrijk. Dan moet je er extra goed op letten. En als het er drie keer in staat, nou, dan moet je helemaal gaan opletten. Dan moet je misschien zelfs denken, heeft dit met mij te maken? Moet ik iets veranderen? Dat moet je ook bij de eerste keer al doen, maar drie keer scheepsrecht zou ik zeggen. Dus we gaan even terug naar 1 Korinthe 6. En vanaf daar zal ik een brug maken naar 1 Korinthe 10. Want Paulus heeft gezegd, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Nou, als we het over voedsel hebben, dan mag je als christen zeggen, ja, ik mag alles eten. Daar hebben we al meerdere keren het over gehad hier bij FBC. We hebben ook in Handelingen het gehad over dat Petrus alles mocht gaan eten. Ja, als het geen gif is, als het geen steen is of glas, dan kan je gewoon alles eten. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Maar het is wel zo dat ook al mag je alles eten, niet alles is nuttig. Kijk, als je heel erg dun bent, je bent qua gewicht aan de lage kant, dan kan het nuttig zijn om wat meer vlees en wat meer vet te eten. En dat is even heel plat geslagen hoor. Maar als je met je gewicht aan de hoge kant zit, dan kan het niet zo nuttig zijn om veel vlees en vet te eten. Of als je hard moet werken en je hebt een boost nodig om even wakker te worden, even weer die energie te krijgen, dan kan het goed zijn om even een slokje cola te nemen, waar veel suiker en cafeïne in zit. Ik ben iemand die vaak achter het stuur in slaap valt, dus voor mij zou het goed zijn om even een slokje cola te nemen op zo'n moment. Ook al is het ongezond, op dat moment zou het wel nuttig zijn. Dus Paulus verbiedt ons niet bepaalde dingen te eten. Het hangt niet af van het spul, maar het hangt af van de situatie waarin je zit. En als aanvulling zegt Paulus namelijk, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. En wat is deze macht dan? Eén vorm van deze macht is verslaving. Er zijn mensen die aan verschillende soorten voedsel verslaafd zijn. En als je zegt, alcohol is ook een vorm van voedsel, dan kun je aan alcohol verslaafd zijn. En als jij onder de macht bent van alcohol, dan moet je natuurlijk geen alcohol meer drinken. Maar hetzelfde geldt ook voor suiker of sambal. Misschien denken we, ja, ik ben verslaafd aan sambal en peper. Dat kan toch niet? Nou, ik ken mensen die overal suiker bij moeten doen. Zonder suiker, dan eten ze het niet. Ik ken iemand die zelf zegt, ik hou niet van water. Heeft geen smaak. Ze drinkt alleen maar cola en alleen maar frisdrank. Hetzelfde geldt ook voor peper. Een kennis van mijn vader, die moest overal een paar scheppen peper of sambal bij doen. En wat gebeurde er? Na een paar jaar kreeg die persoon darmkanker en maagkanker. En Korea, we gaan maar een keer Koreaans eten. Overal zit sambal bij, ze doen een groente bij. Die groente is geweekt. Maandenlang in sambal. Het heet kimchi, is helemaal doordrenkt. En in Korea hebben ze de beste specialisten op het gebied van darmkanker. Omdat ze namelijk de meeste experimenten en de meeste patiënten daar ook hebben. Het is gewoon het hoogste percentage. Ik denk dat India misschien op een tweede plaats staat. Nou, deze peper is zo scherp. Het brandt constant stukjes van je maag eruit. Het vernietigt steeds stukjes van je maag. Maar hetzelfde geldt voor suiker. Suiker maakt ook steeds dingen kapot van je lichaam. Het zorgt voor te veel vet, te veel cholesterol, hoge bloeddruk
Dat kan allemaal leiden ook tot diabetes als je te veel suiker inneemt. En ik denk dat als jij dit allemaal hoort, dan hebben wij twee problemen. Het eerste probleem is dat je lichaam niet meer werkt naar behoren. Je kan niet meer goed slapen. Je kan niet veel bewegen zonder buiten adem te raken. Je wordt snel moe. Ook als je niet beweegt, dan word je misschien depressief. Je mentale gesteldheid is niet meer positief, niet meer optimaal. En al die dingen. En misschien zijn er mensen hier die zich herkennen in een van deze symptomen. Je hebt het nooit gekoppeld aan eten of zo. Maar je bent wel gemakkelijk moe. Maar je hebt makkelijk geen energie. Misschien ben je wel heel dun en slank of zo, maar ben je nog steeds heel erg moe. Ik zou in ieder geval zeggen, probeer zo min mogelijk medicijnen te nemen die door de mens gemaakt zijn. Maar ga voor het beste medicijn dat God je gegeven heeft. Neem wat Hij gemaakt heeft. En dat zijn groenten, zaden, pitten, fruit. Alles wat uit de natuur komt, wat niet bewerkt is en wat niet bespoten is. Probeer die dingen eerst. En als je al goed eet, maar je hebt nog steeds last van deze symptomen, ga dan voor kruiden. Er zijn heel veel natuurwinkels waar heel veel kruiden zijn, op natuurlijke basis gekweekt, biologisch en ook. En om een voorbeeld te noemen van kruiden in mijn eigen cultuur, maar er zijn meerdere kruiden, in de Sri Lankaanse cultuur of de Perzische cultuur. De hele Chinese geneeskunde is gebaseerd op alleen maar kruiden. En ik weet dat heel veel mensen, vooral uit gereformeerde kringen, nogal huiverig zijn voor Chinese geneeskunde. Dus ik ben er niet aan het aanraden en ik ben ook niet aan het afraden hier. Maar ik zeg alleen maar dat als je naar zo'n Chinese arts zou gaan en je zou om kruiden gaan vragen of je vraagt om medicijnen, dan zouden ze alleen maar een combinatie geven van takjes en bosjes en besjes en vruchten en al dan niet gepulverd of gedroogd. En dat is wat je dan in water moet stoppen en koken en dat moet je opdrinken. Ze zullen je nooit een pil geven of dat soort dingen die chemisch gemaakt zijn in fabrieken. En ik bedoel niet eens alleen maar de dingen die je in je mond stopt. Die ervoor kunnen zorgen dat je al die symptomen krijgt. Maar kijk eens wat je allemaal op onze huid stoppen. We hebben lotions, we hebben shampoos, we hebben tandpasta. Wat doen we allemaal nog meer? We komen in aanraking met allerlei dingen. En als Paulus al zegt, of eigenlijk het tegengestelde beweert van, je kan niet alles in je maag stoppen. Betekent dat dan niet hetzelfde voor je huid? Je maag is zo'n orgaan, maar je grootste orgaan is je huid. Wist je dat je dronken kunt worden door je huid in te weken in alcohol? Het absorbeert gewoon alcohol. Het absorbeert al die stoffen die je erop smeert. Dus dat is het eerste probleem. Als jij een lichamelijke verslaving hebt, dan werkt je lichaam niet meer naar behoren. Maar er is een tweede probleem. En dat probleem is nog groter. En dat is, je eert God minder wanneer je lichaam minder goed functioneert. En misschien ga je zo op het eerste gezicht een beetje steigeren. En dan denk je, ja, hoe zit het dan met de mensen met één been die invalide zijn? Mensen met een verstandelijke handicap. Kunnen die God dan niet eren? Nou, dat is niet wat ik zeg. Zij kunnen niet God niet minder eren, zij kunnen hem soms zelfs meer eren. God kan iedereen gebruiken, of ze nou ziek of zwak zijn, arm of rijk. Maar als je door je eigen schuld ziek, zwak of misselijk wordt, als je door je eigen schuld jezelf arm maakt, dan eer je daar God niet mee. Bijvoorbeeld als je je lichaam helemaal kapot maakt door het te vullen met alleen maar suikerrijke producten, waardoor je geen energie meer hebt, waardoor je zoveel geld moet uitgeven aan allerlei medicijnen, allerlei doktersbezoeken en dat geld dan niet meer hebt voor God. Ben je daar dan God mee aan het eren? Maar ik wil er wel bij zeggen, als jouw lichaam helemaal kapot is, of je bent moe of je bent depressief, ongeacht van wat de reden daarvan is, maar als jij handvatten hebt van God, en je neemt die handvatten van God ook aan, dan kun je God daar veel meer mee eren. Want je gebruikt dan wat Hij je heeft gegeven. En iedereen kan God eren. In wat voor lichamelijke staat je ook bent, hoe jong of oud je ook bent, en hoe weinig je ook van de Bijbel snapt. Maar de echte vraag is, wil je God eren of wil je God alle eer geven die jij hem kan geven? En dat brengt ons naar de volgende.
Het volgende is in 1 Korinthe 10, dus ik vraag je daar naartoe open te slaan. Want niet alleen kunnen we hem eren met wat we eten, maar we kunnen hem ook eren met hoe wij dingen gaan eten. Hoe wij dingen gaan eten. In 1 Korinthe 10, vers 23, dan staat er: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles allen behaag, niet door mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Nou, ik had daarnet al gezegd dat je goed moet opletten als er iets twee keer staat geschreven. Valt jullie iets op wat er twee keer staat? Ja. Nou, misschien wel. Dit staat er niet twee keer in. Dit staat er slechts zelfs drie keer in. Zoals jullie het kunnen zien. En ik denk dat Paulus hier ook iets mee bedoelt. Hij wil ons iets zeggen over het geweten. Over jouw geweten, over mijn geweten. En we moeten dit nader bekijken. En laten we gewoon beginnen met het eerste stuk. Hij begint met dit stuk. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Alles wat wij moeten doen, alles wat wij doen, moet nuttig zijn. En het moet opbouwen. Maar wie moet het opbouwen? Dat staat in het volgende vers. Het moet de ander opbouwen. En dan volgen er drie situaties waarin Paulus zegt: met eten kun jij de ander opbouwen. Punt nummer 1. Wanneer je eet, in de eerste plaats, geef God eer. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. In de eerste plaats zegt Paulus dat als je iets koopt in de vleeshal, dus niet in een tempel, niet in een plaats waar het aanbeden wordt. De Jurgen had dat al verteld. Er is wel een verschil, hè? Als je eten gaat kopen in de supermarkt. Je weet niet waar het vandaan komt. Je weet niet op wat voor manier het geslacht is. Als je eten hebt en dit is halal, dan weet je dat er een ritueel, islamitisch ritueel, daaraan vooraf gaat. En dan roepen ze allerlei woorden die in de Koran staan, wat wij afgoderij zouden noemen. Voor ons maakt het niet uit. Het is daar gebeurd. Jullie aanbidden het, wij aanbidden het niet. Wij eten het alleen maar. Maar het is iets anders als jij mee gaat doen met het slachten. Je gaat meedoen met het dansen en zingen en het uitschreeuwen van die Koranversen. Dan ben je niet alleen maar aan het eten. Dan ben je aan het eten en hun afgoden, oftewel de demon, aan het aanbidden. Maar als wij het gewoon eten, zonder gewetenskwestie, wetende dat God alles gemaakt heeft, dan kun je God daar eer voor geven. Want je kunt God danken voor het mooie stuk vlees. Of als het groente is, het mooie stuk groente dat hij heeft gemaakt. Want God heeft het doen groeien. En in het volgende filmpje dan zie je wat God zo ook aan het doen is. Het is zo mooi hoe dit ontstaan is. Het zijn alleen maar zaadjes. Mensen doen helemaal niets. Mensen geven licht. Mensen geven voeding. Mensen maken misschien kunstmest. Ook al denk ik, al die dingen zijn ook niet dingen die ze maken. Mensen kunnen geen water maken. En toch gaat het helemaal vanzelf groeien.
Als we kijken naar onze kinderen, wat doen wij? Het enige wat we doen is, we pakken iets uit de supermarkt, we stoppen in hun mond en ze worden steeds langer. Het is God die zorgt voor de groei. En hetzelfde geldt ook voor vlees. Ik heb geen filmpjes van vlees getoond, want ik denk dat als je dat ziet, dan wil je waarschijnlijk geen vlees meer eten. Maar het is nog complexer. Als je een keer een baby hebt zien groeien, cel voor cel, en maar dan een doorzichtige baby, dan kun je het echt ook nog de binnenkant zien. Hè? Het hart, hoe dat zich ontwikkelt. Het is zo mooi hoe God dat heeft gemaakt. Dank de Heere, ook iedere keer als je eten bent. Iedere keer als je in de natuur loopt. En dan ben je hem aan het eren. Gewoon door hem te danken van, u bent zo mooi. De mens kan dit niet maken. We kunnen allerlei computers maken, maar ik zeg je, een computer is heel eenvoudig. Vergelijk met hoe zo'n dingetje eruit ziet. Maar vlees is veel complexer dan groente. Bij groente kun je gerust zeggen, je mag alles eten. Bijna alles dan. Maar bij vlees heb je bijvoorbeeld orgaanvlees. Je lever, je hart, je longen. En daar moet je voorzichtig zijn. Je lever is als een soort filter. Dus al het vuile wat je eet, dat komt allemaal in je lever terecht. Dus daar is het vol met gifstoffen. En wat doen wij? Wij eten leverkaas en leverworst. Ja, dat kan wel, maar goed, wees daar dus voorzichtig mee. Eet daar niet te veel van. En hetzelfde geldt voor schaaldieren. Dat is een dier met een schaal in plaats van schubben uit de zee. Dus vissen met schubben mag je wel gewoon eten. Dat staat ook in de Bijbel. Maar alles wat geen schubben heeft, mag je niet eten. Nou, in het Nieuwe Testament hebben wij weggedaan met dat convenant. Maar wij mogen alles eten. Maar wees er voorzichtig mee. Want krabben en kreeften, die eten alles wat op de bodem ligt van de zee. Alle dieren die ziek zijn of zwak en die doodgaan en die zakken naar de bodem. Dat zijn allemaal dieren die niet gezond zijn. Die worden opgegeten door krabben en kreeften en garnalen. En dan eten wij die krabben en die kreeften en garnalen op. Wat een verzameling is van al die gifstoffen van al die dieren die er in de zee leefden. Dus je mag het eten, maar wees er voorzichtig mee. Doe het niet te vaak en maak ze goed gaar. Het tweede punt is, wanneer je eet, geef je niet-gelovige naaste eer. En dit is wat er staat. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Nou, iedereen van ons kent vast wel mensen die hun eten niet opeten. Waarschijnlijk zijn dat de kinderen, maar het kunnen ook volwassen zijn. Maar wat doe je er dan mee? Gooi je het weg? Nou, dat is zonde, toch? Nou, Paulus zegt hier om het eten te eten wat jou wordt voorgezet. Als jij een gast bent en iemand heeft het voor jou gekookt, eet het dan op. Want die persoon heeft er moeite voor gedaan. Hij heeft het gekocht, hij heeft het gekookt, hij heeft het gepresenteerd. Hij heeft alles schoongemaakt voor je, de tafel, het bestek en al die dingen. Misschien wel zijn luxe bestek gebruikt hij zelfs van de dure keramiek. En dan vind jij het misschien niet lekker en dan eet jij het niet op. Zijn bedoeling was wel dat je het heel erg lekker zou vinden. Dus als je het niet lekker vindt, maar ook als je wel gewetensbezwaren hebt, eet het gewoon op. Nou, broeder Sam heeft hier wel eens in het West gezegd dat we in het Westen een individualistische samenleving hebben. En daar wil ik aan toevoegen dat wij ook een egocentrische samenleving hebben. Daarmee wil ik zeggen, nou, als ik iets niet lekker vind, dan ga ik het niet eten. Want het gaat om mij. Maar waarom gaat het niet om die ander? Jouw gevoelens worden misschien gekwetst als jij per se iets moet eten wat je niet lekker vindt. Maar denk eens ook aan de gevoelens van die andere persoon dan. Die zoveel moeite heeft voor je gedaan. Of zijn jouw eigen gevoelens belangrijker dan die van die ander? Maar misschien denk je dan, we moeten toch ook luisteren naar ons geweten? Mijn geweten zegt me dat ik dit niet mag eten. Nou, dat hangt er dus vanaf. In het christelijk geloof plaatsen wij de ander hoger dan onszelf. En als het gaat om jou in je eentje, en jij moet iets doen waarvan je niet zeker weet of het legaal is. Daarmee bedoel ik, je weet niet zeker of het van de wet mag van God, of wat het van de wet mag van Nederland. En dan is het verstandig om het niet te doen. Om dan niet tegen geweten in te gaan. Maar als het gaat om deze situatie, waarin het niks heeft te maken met een wet waar je geweten over breekt. En je moet
over iets kiezen. Je moet kiezen of je een persoon wil kwetsen en dat je zijn eer gaat krenken, of dat je tegen je eigen geweten in moet gaan. En dan zegt Paulus hier, geef die andere persoon voorrang. En ik wil graag een voorbeeld geven over het geweten en over het eten. Het heeft niet echt met eten te maken, maar het gaat over iemand die was uitgenodigd bij het eten. Een dominee vriend van me, die ging met een andere missionaris naar het Midden-Oosten toe. Om daar te evangeliseren onder moslims en ook christenen te helpen die voormalig moslim waren geweest. En op een dag werd hij uitgenodigd om bij een moslim te gaan eten. En hij kwam binnen en die ene missionaris, die merkte iets op. Hij zag, er zijn helemaal geen vrouwen. Hoe kan dat? En wat bleek het te zijn, alle vrouwen zaten in de achterruimte waar een keuken is. En eten ze dan apart? Nee, dat is het niet. Ze eten niet. Ze wachten tot wij mannen alles hebben gegeten. En daar eet je met je handen. Hè? Je pakt een groot stuk kip en dan pak je gewoon met je handen, trek je het eraf. Dan is het misschien al koud geworden. Is de helft overgebleven als je geluk hebt. Misschien is er minder overgebleven. Alle restanten gaan naar de vrouwen toe en die mogen dat dan eten. Nou, die missionaris die vond het niet zo fijn, maar hij begon te eten. En aan het einde van het eten maakte hij een opmerking naar de gastheer toe. En toen zei hij, weet je, in Nederland, daar eten de vrouwen samen met de mannen, tegelijkertijd. En dit klinkt misschien heel neutraal als ik het zo zou opschrijven. Maar in de toon, in het aankomen van het overbrengen van het bericht, kwam het zo beledigend aan bij die gastheer. Zijn eer was beschaamd, hij was beledigd. En toen zei die gastheer tegen hem, ik ben een goede gastheer geweest, maar jij bent geen goede gast. En ik weet niet hoe het is afgelopen. Ik weet niet of ze daarna nog hebben evangeliseren of dat het evangelie goed was aangekomen. Maar ik denk dat de kans al een stuk kleiner is geworden voor de boodschap. Eenzelfde soort iets is namelijk ook een keer voorgekomen in China. En in China, misschien weten jullie dat niet, maar er waren 1000 jaren geleden al heel veel missionarissen. Christelijke, of destijds heet het katholieke missionarissen. Ik praat niet over 1900 of 1800. Ik praat nog honderden jaren daarvoor. En er waren honderden of duizenden missionarissen misschien wel. En op een gegeven moment begon de paus contact te hebben met de keizer van China. En de paus die maakte eenzelfde soort opmerking. Net zoals deze missionaris zei. Hij beledigde hem ergens in. En op dat moment zei de keizer, nou, eigenlijk vond ik het geen probleem dat jullie missionarissen hadden in mijn land. Ik vond het wel goed dat jullie een boodschap brachten, maar nu wil ik alle missionarissen eruit. En in één klap moesten die duizenden missionarissen eruit. En honderden jaren later kwam Hudson Taylor pas. En die moesten weer helemaal, bijna helemaal vanaf nul beginnen. Zie hoe groot zo'n klap kan zijn voor iemand om het evangelie te ontvangen. Als je iemand beledigt of zijn eer krenkt, dan moet je niet denken dat je daarna nog even het evangelie kan verspreiden. En ik hoop dat het voorbeeld ook duidelijk maakt hoe belangrijk het is dat als wij een gast zijn, dat we eer betonen aan onze gastheer. Vooral als hij een niet-gelovige is. Maar in hoeverre moet je je eigen geweten negeren of verbergen? Nou, dit is een vraag voor in de groepsgesprekken. Maar vergeet niet dat we de wijsheid van de Heilige Geest moeten gebruiken in elke situatie. Zoals 2 Timotheus 2 vers 7 al zegt. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Punt 1 was dus, wanneer je eet, geef God eer. Punt 2 is, wanneer je eet, geef je niet-gelovige naaste eer. En punt 3 is, wanneer je eet, geef je gelovige naaste eer. En er staat over geschreven in vers 28... Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf, en omwille van het geweten, van de Heer immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? Als iemand een gewetensbezwaar heeft tegen het eten, omdat hij niet durft te eten van de voedsel dat geofferd is,
dan moet hij het niet eten. Maar wacht eens even. Daarnet zei je dat je het wel moest eten. En nu ineens weer niet. Want als ik het niet eet, dan ben ik ineens niet dankbaar naar God toe. En het zou zonde zijn om het weg te gooien. En als ik het niet eet, dan geef ik degene die gekookt heeft geen eer. Misschien kwets ik hem hiermee. Dus wat is het nou? Het klopt. Als je het niet eet, dan kunnen deze twee dingen gebeuren. Maar op dit moment moet jij kiezen tussen het beschermen van het geweten van de medechristen of het eren van de niet-christen. En wat is dan het antwoord? Het antwoord is, de liefde voor je medechristenen wordt groter te zijn dan voor anderen. Liefde voor je medechristenen wordt groter te zijn dan je liefde voor niet-christenen. En ook dit is een moeilijk punt. Want hoe zit het dan met die moeilijke situaties waarin je bijvoorbeeld christenen hebt en waarin je je ouders hebt? En ook over je ouders staat er iets geschreven, dat je ze moet eren in de Bijbel. Stel, je ouders zijn niet gelovig. Tussen wie moet je dan gaan kiezen? Daar kan ik geen antwoord op geven. Want het hangt specifiek van de situatie af. Maar ook daar zou ik dan dit vers bij gebruiken. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alles. Maar als we het over deze situatie hebben, heeft Paulus het over een pasgeboren christen. Een pasgeboren christen die twijfelt of hij dat voedsel mag eten dat aan goden is geofferd. En we weten dat hij een pasgeboren christen is. Want als hij niet pasgeboren zou zijn, als hij helemaal geen christen zou zijn, zou hij geen gewetensbezwaren hebben dat het gegeten wordt. Maar als hij een volwassen christen zou zijn, dan zou hij ook geen gewetensbezwaren hebben. Dan had hij dit stuk al doorgrond, heeft hij het al een bijbelstudie over gehad. Maar als hij dus een pasgeboren christen is, dan moeten wij extra zorg dragen. Extra voorzichtig zijn met die mensen. Net zoals we dat doen met pasgeboren baby's. Maar het gaat er niet alleen om dat pasgeboren christenen, net zoals baby's, heel broos zijn en heel fragiel. Maar het gaat erom dat het onze eigen broers en zussen zijn. Het is ons eigen bloed. Sterker nog, het is niet ons eigen bloed, het is het bloed van onze oudste broer, Jezus Christus. Want zij zijn onder het bloed van Jezus Christus. En daarom sluit Paulus dus ook af met dit stuk. Doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot aan mensen. En ik zou zeggen, vooral niet aan de mensen van de gemeente van God. Nou, misschien kennen vrouwen dit gevoel, dat als zij verkering hebben, dat hun vriend alles voor ze doet. Ze doen de deur open en als ze gaan zitten, dan schuiven ze een stoel aan. Ze nemen een bosje bloemen mee. Of misschien koken ze wel een heel lekker gerecht. Een gerecht dat jij lekker vindt. En het lijkt allemaal in één keer te veranderen wanneer mensen getrouwd zijn. Dan is er ineens geen romantiek meer. Maar dat hoort niet natuurlijk. We weten dat juist als het jouw vrouw is, dan moet je er extra aandacht aan geven. Want vroeger was dat meisje gewoon een vrouw. Maar nu is het jouw vrouw geworden. Nu is het jouw vlees en bloed. Dus nu moet je er nog beter voor zorgen. Nou, ik ben de eerste om toe te geven dat ik niet het juiste voorbeeld geef. En ik ben als echtgenoot ben ik een stuk minder romantisch dan toen ik een vriend was of een verloofde. Maar dat is fout. Dat voorbeeld moet je niet van me aannemen. En dat moet ik veranderen. En jullie mogen me daarop, of jullie moeten me daarop aanspreken als je ziet dat ik het niet goed doe naar mijn vrouw. Maar daarop aansluitend en terug naar de tekst. Zoek niet je eigen voordeel, maar zoek het voordeel van andere mensen. Waarom? Opdat zij behouden worden. Er zijn zoveel mensen om ons heen van wie we niet weten of zij in de hemel komen. Wij weten niet of ze binnen zijn. Net zoals als man probeer je die vrouw binnen te krijgen door haar die ring te geven. Ja, nu ben je van mij, nu ben je getrouwd, kun je niet meer weg. Maar zijn deze mensen die wij op het oog hebben, zijn ze al getrouwd met Jezus Christus? Dat weten wij niet. En ik wil geen twijfel zaaien. Want ik zeg niet dat het bij iedereen onbekend is. Er zijn veel mensen, en ik weet dat jullie ook veel mensen kennen, bij wie je zegt, hey, jij bent echt een man van God. Jij bent een vrouw van God en ik ga jou in de hemel zien als ik weer sterf. Als ik sterf. Prijs de Heer daarvoor. Dat er mensen zijn bij wie het duidelijk is.
Maar ik ken persoonlijk wel mensen bij wie ik echt twijfels heb. Of ze echt bekeerd zijn. En of ze echt hun redding hebben ontvangen. En zo'n persoon kan op de goede weg zijn. Ik weet het niet, hè. Ik zeg alleen dat ik twijfel. Maar zo'n persoon kan op de goede weg zijn. Maar in mijn beeld is hij of zij er nog niet. Maar ik wil in ieder geval niet op mijn geweten hebben dat ik degene ben die die persoon van zijn weg heeft afgestoten. En daarom moeten wij met allen extra ons best doen. Net zoals die ene jongen die dat meisje wil binnenhalen. Dat wij ook die ongelovigen en de mensen ook waarover wij twijfelen of ze gelovig zijn of niet. Dat we extra ons best doen om die mensen binnen te halen. En ook als ze na het geloof tot bekering zijn gekomen, ze niet als rommel te behandelen, maar ze ook extra goed te blijven behandelen. Amen.